Goedemorgen, deze morgen. Het is weer vrijdag. God denk, het is vrijdag. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje jammer. Ik ben zo heerlijk aan het trainen. Ik heb een beetje spierpijn in mijn dij. Nou, gisteren met die 100 kilo even proberen weg te schoppen. Maar ja, maakt niet uit. Vandaag gaan we wel lekker trainen. Ik ga proberen records neer te zetten. Vooral met het lopen. Ik ga nu echt. Ik heb gisteren de 25 minuten volgehaald. Ik ga nu proberen om 30 minuten op 10% te lopen. Ja, voor de rest vandaag beentjes. Beentjes. Want het is heel mooi als je een heel mooi lijf hebt. Maar heel veel van die dunne beentjes eronder is ook niks. Dus. Nou, zo te zien. Ik weet het nooit met het weer meer. Het is bijna nacht als je hier zit. Nou, wat heb ik als ontbijt? Nou, u raadt het al. Het is trainingsday, dus. Dan hebben we. Twee eitjes en yoghurt. Nou zit Punk te wachten, want die krijgt elke morgen van één ei, krijgt hij het eigeel. Want eigenlijk moet ik alleen maar de eiwitten opeten. Dus. Maar ik ga even eten. En ik zie u later. Een goede middag. Ik ben weer thuis van trainen. Ik ben niet zo kapot als gisteren. Maar wel een beetje kapot. Dus ik ga even lekker eten. En ik dinges. Wat heb ik gedaan? Ik heb chest. En ik heb mijn legs gedaan. Dus. Ja, anders krijg je zo'n heel breed mannetje met van die luciferhoutjes eronder. Ik heb wel ontzettende spierpijn van gisteren. Dat merkte ik pas in de sportschool. Toen ik aan het lopen was. En bij het lopen werd ik onderbroken door de telefoon ging. Nou ja, in ieder geval. Ik heb lekker getraind. En ik ben kei moe, zoals ze dat in Brabant zeggen. Maar ja, ik heb als lus geen sla en ik heb geen iets anders, geen krikketjes. Ik heb een lekker omeletje gemaakt. Met champignons en tomaat en kaas en speekblokjes erin. Het is even lekker. Even lekker door die eiwitten herstellen. Dus, nou, nog 3 weken en dan gaan we het krachthok in. En doe zorgen weer, die vindt het prachtig. Maar, nou ja, we zien het wel. Ik heb het nog nooit gedaan. Op kracht getraind. Dus, ik heb wel gebokst, maar. En Petja Xilak. Maar dat is allemaal niet op kracht. Dus ik ga nou op kracht trainen. Eens kijken wat dat is. Dus. Nou, ik ga even eten. En ik ga even het nieuws kijken. Want. Ik word een beetje moe van alle aanslagen en andere dingen. Als ik een tovenaar was, dan was er geen gekloot. Maar ja, iedereen doet zijn eigen wat hij zelf wil. Dus ik ga even eten. Het is wel een van de mooiste punten op de Saarse Schans. Maar je weer veel toeristen. Dus. Een goedenavond, we zijn weer aangekomen bij. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond pak soi met wortel. Dus, maar ja, dit is wel heel kort door de bocht hoor. Dit hebben we nodig. 1 winterwortel. Pak soi. Sesam
zaad. Niet geen sesamstraat, maar sesamstraat. Zaad. Chinese. Sojasaus. Vegetarische tofu blokjes. Ik heb ze wel pittig genomen. Dus de winter wordt om het heel fijn gesneden worden. In de lente. Dat geldt hetzelfde voor de paksoi. En er komt nog noedels bij. Ik gebruik de noedels van de Action. De 0 of tenminste 7 calorieën. Dus als je, maar als je geen koolhydraat vrij arm of arm dieet neemt, dan kun je gewoon noedels nemen. En, dus dat is het voor vanavond. Het recept staat weer op robertswereld.nl/wordpress2. En ja, dan kunnen jullie het vinden. En ik zie u zo meteen aan tafel. Hey, goedenavond. We zitten aan tafel. En wat zit er nu? Nou ja. We zitten aan tafel. En wat heb ik voor... wat heb ik gedaan vandaag? Ik heb getraind, ik heb gefietst. Dus ik ben een beetje op. En wat heb ik voor vanavond? Nou, iets heel gezonds. Ik heb winterwortel met paksoi. Dat lijkt me wel lekker. Zie je aan de onderkant, ik zal het even een beetje weggraven. Kijk, daar zitten er nog noedels. Dat zijn die noedels van de Action. Ook weer nul koolhydraten. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Nou. Het lag een ongelukkig handje, geloof ik. Ik voel hem zo weer draaien. Ja, ik hoop dat ik namelijk helemaal in beeld ben. Ik ga vanavond naar Glory 25 kijken, of 26, weet ik veel. Op dinges, kickboksen. Tegenwoordig heet het Glory. Een vriend van mij die doet verslag. Ron Post. En hij heet, daar heet hij Jeroen Post. Wij noemen hem altijd Ron Post. Van de patatwinkel op de Wandelweg. Ja, en wat een groot nieuwtje. Hier in de Sjaanstreek. We hebben een IS'er opgepakt. Die stond te verkondigen in het vluchtelingenkamp dat hij een IS'er was. En nou zegt onze burgemeester, ja, zij het gekke, we noemen de gekke, Faber. Die zegt, ja, het systeem werkt. Als die man zich niks, als hij zijn school had gehouden, dan had hij gewoon door het dinges, door het, dan had hij papieren gehad, alles. En dan kon je hier een aanslag plegen. He? Nee, het systeem werkt hoor. Mevrouw van de PvdA. He? We noemen er ook wel de onzichtbare burgemeester. Want gisteren was er een hoorzitting over die vluchtelingen. Ja, ze zitten niet bij mij in de buurt, dus dat scheelt. En maar daar stonden ze te stotteren en te vragen met hele grote zaadvragende ogen van, wat gebeurt hier? Waar zijn mijn ambtenaren? Dus wij hebben hier ook een vluchteling, nou ja, vluchtelingenboot. Eigenlijk kun je het beter tot zinken brengen. Maar, dat mag je niet zeggen, Robert. Nee, dat mag je niet zeggen. Dus, en hebben we een tentenkamp. En dat blijft 6 maanden dinges. En dan komen er nog 400 bij. Dus als ze maar in Zandam blijven, dan vind ik het helemaal niet erg. Dus, en ook niet op de fietspaden gaan lopen. Dan hebben ze meteen een tik voor hun eigen. Trouwens doe ik wel blanken ook hoor, als ze in de weg lopen. Dus, nou, je moest er wel om lachen. Nou, ik ga even lekker eten, want het is nog warm en anders wordt het koud. Ik wens u een prettige avond en
Glory moet je even kijken op Nicoline, waar Nicoline zit bij de kampioen is het op 13. Dus dan kun je naar Glory kijken vanaf 10 uur. Dus, nou, een prettige avond. En tot morgen. Doei.